31 maart, dames en heren. Een speciale uitzending van Politiek Café. Normaal altijd aan het einde van de gemeenteraadsvergaderingen. En nu aan een vergadering die de Genepse gemeenteraad had met de informateur. Een informateur van SP-huizen, de heer Heijmans, die vandaag verslag deed van zijn bevindingen. En aan de hand van die bevindingen zal Genep de politiek verder gaan kijken hoe dat wij hier in Genep een nieuwe regering krijgen. Voor het betoog geef ik nu het woord aan de heer Heijmans. Ga u gang. Dank u wel, voorzitter. En dan zeggen ze wel eens dat politiek niet leeft. Ik ben lang raadslid geweest in een grote stad met een hele grote publieke tribune. En helaas was die bijna altijd leeg. Ook bij een informatie en bij een formatie. En ik vind het fantastisch om hier in ieder geval te zien dat de publieke tribune te klein is. En ik hoop dat u, ik weet niet of u hier voor de eerste keer bent tijdens een officiële bijeenkomst. Ik hoop dat u aan het eind van de avond zegt, nou dat smaakt eigenlijk best naar nog wat meer. Want beste mensen, de politiek kan natuurlijk niet zonder de bemoeienis en zonder het meepraten en het meedenken van de bevolking. Dus nogmaals, hartstikke fijn dat u allemaal hier aanwezig bent. De burgemeester zei het eigenlijk al, op 19 maart haalde de SP met name hier in Genep een verkiezingsoverwinning. En zoals dat dan gebruikelijk is, is het zo dat is geen wet, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen het is een ongeschreven wet. Dan is het aan de grootste partij om het initiatief te nemen hoe er vervolgens gehandeld wordt gaande richting de vorming van een nieuw college. U heeft allemaal gezegd dat lijkt ons die ongeschreven wet, lijkt ons de juiste manier om te handelen, waarop de SP-fractie mij gevraagd heeft om verkenningen te gaan houden om te komen tot een advies welke richting we in Genep met een nieuw college zouden moeten kiezen, welke samenstelling die coalitie zou kunnen hebben. Ik heb dat verzoek natuurlijk graag geaccepteerd en ik wil eigenlijk toch allereerst wel de verschillende fracties heel hartelijk danken voor de wijze waarop zij mij het werk als informateur hebben mogelijk gemaakt. Ik heb prettige gesprekken gevoerd, ik heb gesprekken gevoerd die naar mijn indruk eerlijk waren. En wat heel bijzonder was, mensen op de tribune, politici waren ook duidelijk en dat hoor je niet altijd. En dat heeft mijn werk een stuk gemakkelijker gemaakt. Na het voeren van een gesprek met alle politieke partijen, dat was afgelopen dinsdag, heb ik 4 partijen gesproken. Afgelopen donderdag, rondom de installatie van de nieuwe gemeenteraad, heb ik nog de 2 andere partijen gesproken. En eigenlijk was na het spreken van de partijen 1 keer, was het wel heel erg duidelijk wat de uitkomst van die gesprekken waren en welke kant het op zou moeten gaan. Ook vrij veel eensgezindheid onder uw fracties is dat de prioriteit voor Genep de komende 4 jaar vooral zal liggen bij het goed ten uitvoer brengen van de 3 decentralisaties. En misschien even naar het publiek toe. Dat gaat om met name dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor jeugdzorg, voor een aantal zaken die nu via de AWBZ geregeld zijn, thuiszorg en dergelijke. Het zijn met name taken op het gebied van de zorg en het deed mij ook wel heel veel plezier om te horen van, eigenlijk ook weer van alle fracties, dat u zich er goed bewust van bent dat Genep een beetje een speciale gemeente is, omdat u heel veel waarjongers binnen uw grenzen hebt. En u begrijpt dus daaruit meteen ook dat die decentralisatie met name voor die mensen goed of slecht zou kunnen uitpakken. Naast die 3 decentralisaties is eigenlijk het andere hoofdpunt dat genoemd is een gezonde financiële situatie voor de gemeente. En u snapt het natuurlijk al, de moeilijkheid zit hem in het combineren van die 2. Dus ik denk dat daar ook met name voor de komende coalitie de uitdaging ligt. Goed, dames en heren, ik begrijp dat u toch vooral zit te wachten op van ja, maar wat zou het nou moeten worden? En daar kom ik nu aan. Een hele duidelijke meerderheid van u sprak een voorkeur uit voor in ieder geval 2 partijen die naar uw mening
in eerste instantie zouden moeten gaan werken aan een coalitie. En dat zijn de SP en de VVD. Velen van u, ook buiten die twee fracties, spraken van: de kiezer heeft duidelijk gevraagd om verandering. Ik hoorde ook nog mensen zeggen van: nou, op deze manier doe je ook het feit dat er eigenlijk twee partijen zijn die zich winnaar zouden mogen noemen recht door ze op te nemen in de coalitie. En dan begrijp ik dat voor u natuurlijk het punt zit: wat zou dan die derde partij moeten zijn? Want dat zal ook wel duidelijk zijn. Je hebt nou eenmaal drie partijen nodig voor een werkbare meerderheid. En daar was een voorkeur voor de fractie van D66. Maar ik zeg daar meteen bij, dat was geen voorkeur die enorm een verschil met een voorkeur voor de plaatselijke groepering Kern. Maar beide partijen, VVD en SP, hebben wat dat betreft ook duidelijk een voorkeur uitgesproken. Toch, na enige doorvragen, voor de fractie van D66. Mijn voorstel, dames en heren, is dat u in eerste instantie gaat kijken naar de mogelijkheid van een nieuwe coalitie gebaseerd op de drie fracties, SP, D66 en VVD. En ik kan me daarbij voorstellen, maar dat is natuurlijk aan u, vooral ook omdat de grootste fractie, die eigenlijk ook bij onderhandelingen leidend hoort te zijn, nieuw is in deze gemeenteraad, dat u daarbij eventueel gebruik maakt van een formateur. Ik denk dat het voor het proces echter niet zo heel erg elegant zou zijn als de informateur dezelfde persoon zou zijn als de formateur. Kijk, de informateur die voert verkennende gesprekken en dat moet dan leiden tot een combinatie die bij elkaar komt en dan eens gaat kijken of en wat er dan uit kan komen. En een formateur die zit veel meer op het politieke verhaal, hè, en die moet het zaakje politiek bij elkaar gaan brengen. Dus mijn voorkeur zou zijn om een formateur daarvoor aan te stellen. Ik heb al zojuist met iemand gebeld en dat is de heer Lucassen uit Nijmegen. Die zou daartoe bereid zijn. Peter Lucassen is op dit moment statenlid in Gelderland, is 7 jaar wethouder geweest, onder andere op financiën voor de SP, laat ik dat ook even zeggen. Op financiën in Nijmegen. En ja, is ook heel lang raadslid geweest. Ik zou dat nu bij deze willen voorstellen, in ieder geval laten weten dat het onze wens is om met hem dit proces te gaan doorlopen als formateur. Ik hoorde ook al de VVD vragen van: goh, kan er dan een informateur van, hè, van die met onze voorkeur daaraan aanschuiven? Ik weet niet of het aan de orde is om daar nu een beslissing over te nemen. Maar we gaan het daar zeker over hebben. En stel ik voor deze bijeenkomst te besluiten, maar dan vraag ik allemaal wel een applaus voor de informateur. Dank u wel, de bijeenkomst is gesloten.